Nee, of wil je een keer twee kaarten naar mij? Ja, is toch zo? Nee. Ja, dus schoentjes buiten. Doeg, Truus. Messias komt er alweer aan. Maar, en nu? Heeft u nog iets verteld? Nee. Bij mij was de batterij opladen. Ah. Even overschrijven. Ja. Heb jij dat mapje wat je niet kwijtraakt? Die niet. Jongens, oeh, wat een lucht hier. Het is er. Truusje Wissie heeft de schoen uitgedaan. Wie? Nou, Truusje Wissie. Marius. Oh. Mariska. Ja. Heeft hij ook zweetvoeten, Mariska? Ja. Ja? Godverdomme. Zowel ja. Gerrit als Mariska. Nee. Oh. Jij snurkt. Oké. Okay. We hebben allemaal wat, jongens. Maar dat maakt gewoon geen flikker uit, jongen. Je moet alleen zorgen gewoon in het volgende utopje dat iedereen met zweetvoeten in één huisje stopt. Dat kan gewoon wel een loods worden. Dat was in de loods wel lekker. Je had een heel hoog plafond. Oh, die lucht is echt heel erg. Maar ik had dat helemaal niet achter Maris gezocht. Oh ja, nee, joh. Het is gewoon zo'n schone tante. Oh. Ik vind het niet meer leuk. Ja, zeker. Absoluut. Huh? Ja hoor. Hoe bedoel je ja hoor? Ja, Jessie, wil je wat wil je horen? Ja, ik zei een ja of niet. En... Oh, ik zei ja. Oké. Okay. Voetjes ruiken weer lekker, Maris. Ik kan ook mijne zijn. Nee. Oh, dat was zeker niet. Dat was jij er nog niet. Nou, de tent die krimpt er gewoon in. Zo. Maar dit is erger dan mijn voeten. Vandaag wel even, anders niet. Ah, die van Merel. Och man, dat je daarmee kan leven. Ach, flikker op. Ik moet wel zeggen dat ze in die klompen minder stinken. Stinkvoeten? Ja, sorry. En dan moet je voeten. Dan moeten de diepa klompen komen. Dan moet je ze diep voor gaan dragen. We gaan even roken. Luchtende. Ja. Ik kan er gewoon alweer niet meer luchten. Ik ga dat niet meer doen. Ik ga hier niet tussen zitten. Nee. Maar weet je waardoor het fout is gegaan gewoon? Omdat er allemaal verschillende dingen door elkaar heen gaan. Nee, maar en hij belt zelf Jeroen van de Boom. Had hij ook niet kunnen doen. Nee. En dat is waarschijnlijk met de beste bedoelingen gebeurd, maar ja. 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 Hij is op vakantie. Die denkt ook, laat me even lekker met rust. Dat zou ik denken, maar... Dag, maar ga me hier niet als ondankbaar neerzetten. Ik ben geen hond. Dag. Dan vind ik het ook echt een eng ventje gewoon, hè, Jessie. Nou, niet lief in ieder geval. Dat soort uitspraak, nee, gewoon eng. Oh ja? Dat ik donders goed weet. Nou, als hij dat soort dingen zegt, dan kijk ik naar zijn hoofd. Ja? En dan weet je donders goed? En dan weet ik donders goed waar hij mee bezig is. Oh, daar krijg ik kippenvel van. Zo walgelijk vind ik dat. Dan walg ik echt van hem. Dat vind ik echt heel heftig als hij dat soort dingen doet. Hij doet dat echt vaker, hè? Ja, doet hij lekker maar bij een van die andere paupers, maar niet bij mij. Daar heb ik niet van gediend, echt niet. Ja, maar het gaat nu ook weer via 100.000 verschillende andere mensen. Ja. Dat schiet ook gewoon niet op. Ja, klopt. Dat is zeker waar. Jij en Maris moeten dat gewoon doen. Klaar, punt, basta. Ja, Jessie wil zich overal mee bemoeien en die wil overal inspraak in hebben en... In ieder geval vinger in de pap hebben. Dan moet ze een keer accepteren dat dat ook een keer niet hoeft. Ja, op dingen die gewoon dat hij zijn ding heeft en dat andere mensen ook hun ding hebben. Nee, maar hij heeft zijn ding. En andere mensen die hun ding hebben, daar moet hij bij. Oké. Ah, dat flikt hij maar lekker bij anderen, maar hij moet hij lekker met rust laten. Dag. Kom dan met nuttige dingen, maar niet met dit soort onzin. Nou, ik blijf gewoon bij Remco dit gesprek met jou moeten voeren. Punt, ja, klaar, passen en niet met Gerrit. Ja, ook dat. Zeker. Ja. Maar ja, hun hebben natuurlijk gebeld. Toen heeft natuurlijk... Ja, maar dan had hij ook kunnen zeggen, als Merel kan ik haar nog even spreken. Ja, maar ook in eerste instantie. Als Jessie dan Remco aan de lijn hebt, weet je. Van bla, 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 weet je. We zijn er niet helemaal over uit. Want dit en dat is zo, weet je. Ja. Maris heeft ook lijntjes uitgelegd. En dan
heeft misschien Remco dat anders geïnterpreteerd of Jesse heeft dat anders gebracht, weet je? En dan ja, gaat Remco denken van ja, hoe, wat, zus of zo, weet je? Ja. Ik ga bellen, bellen, bellen. En ik snap het niet. Maar je had in eerste instantie toch alleen maar prijs opgevraagd van John West. Van ja, en hij kwam toen met allemaal tips en zo. Nou, dat is hartstikke lief, maar het is niet dat ik daarom gevraagd heb. Hij dacht gewoon met ons mee, ja. Super, maar... Ik heb ook niet tegen hem gezegd, ik bel je binnen 48 uur terug. Ik heb ook niet gezegd, ik bel je binnen 24. Ik heb helemaal niks gezegd. Nee. Oké, okay, bedankt, we gaan er naar kijken. Ja. En als we iets weten, zetten we het op de mail. Dat heb ik gezegd, meer niet. Ja, en dat gaat dan weer via jou, via Jesse, via Gerrit. Nou, en dan is het allemaal net weer een ander verhaal. Ja. Dus, kortom... Ja. XL Events is een contact van Jesse en Gerrit. Ja, ja. En laten we daar alsjeblieft ook bij helpen. Ja, en het is hartstikke lief dat hij ons wil helpen. Ja, hij zegt van harte wel. Ja, zeker waar. Maar ik ga niet in dit soort rare wendingen zitten elke keer. Is voor mijn eigen geloofwaardigheid ook niet goed. Ik wil daar niet in zitten. Is toch niet dat die gebroeders Co onder Remco staan, of wel? Nee, volgens mij, nu hebben ze voor 23 of zo, normaal zijn ze 27,5. Ja. Maar dat is de vader van Bram, hè? Maar die kan je ook via hun eigen website boeken. Ja, oké, okay, maar je kan Remco wel mailtje sturen dat we natuurlijk gebroeders Co willen boeken, klaar. Ja, tuurlijk, dat kan ook, maar... Ik zat ook te denken, ik ga hem dan ook niet bellen, maar ik zet alles wel op de mail. Dan valt alles terug te lezen. Ja, is veel beter. Ja, ja, dan weet iedereen wat er wel en niet gezegd is. En dan bellen hun maar lekker. En ik ga dat niet meer doen. Nee. Maar ik snap bij hun dat ze misschien nu denken van, hey, hoe is dit? Maar ja, ze hebben gewoon frustratie gehad dat ze al die weken geen contact met Remco. Ze hebben 3 weken bijna geen contact met Remco gehad. Hè? Nee, en dat snap ik ook wel. Ja. Dat, ja, die jongens die denken dat ze helemaal afhankelijk zijn van hem. Dus ja, als je dat zo erg denkt, dan... Snap ik dat je in paniek raakt als je hem dan een paar weken niet te pakken krijgt. Ja. Gaat het lekker op iemand anders afreageren. Ja, nou ja. Hij reageerde ook al fel, hè. Dat ik echt mezelf moest inhouden door te zeggen van oké, ja, ik snap het. Maar bij mezelf dacht ik van, hou je grote wafel dicht en breng dit eens even lekker normaal. Maar ja, het is natuurlijk... Ja, maar dat wordt jou ook verweten, hè. Dus vergeet dat ook niet. Dat jij dat, als het zo is, want ik ben niet bij dat gesprek geweest en jij vindt dat, dan kan je dat ook terugkoppelen. Hè? Want dat is nu eigenlijk wat jou verweten wordt. Want de boodschap, die begrijpen ze nu wel en dat zit allemaal goede intenties in. Maar de manier waar je het waarop je het hebt gezegd, is dan, dat hebben zij dan, hebben zij een andere interpretatie aan gelinkt, zeg maar. Maar dan kan je ook tegen hun zeggen van, goh, hey, hallo. Wat je mij verwijt, dat doe je zelf ook. Ja, dat is met Jess in ieder geval, zeg maar. Ja. Geen zin om met de gozer te praten. Nee, maar Ger kwam naar binnen. En die had Remco aan de telefoon gehad. En die zei dat Remco Jeroen had gebeld. Die mag belde. Maar, en wie heeft dat besproken dat Remco dat moest gaan doen? Niemand, dat is niet. Dat heeft hij op eigen initiatief gedaan. Ja. Omdat hij die andere artiesten wou bevestigen. Omdat hij niet zo lang wou wachten. Ja, Jessie weer had gezegd van... Maar is even een lijntje uitgezet met Jeroen. Die wacht op antwoord, krijgt ze vanavond. En aan de hand van vanavond zou die vader het gaan bespreken. Zeg. Ja, en aan de hand van dat gesprek heeft hij zelf Jeroen gebeld. Niemand heeft gevraagd of hij dat wilde doen. En Jeroen zat in Marbella. En kent Remco Jeroen ook? Denk het. Maar... Marcel zei tegen mij ook, ja, Jeroen is altijd heel erg discreet, weet je, met zo'n dingen. En weet ik ook, want hij had toen superleuk op social allemaal filmpjes ingesproken, weet je, voor die cd-presentatie en superveel succes en dit en dat, weet je, was echt leuk. Ja. Dat hij... Het kan ook nog wel eens andersom zijn, hè, dat Remco nu contact heeft. Nou ja, laat maar. Remco contact? Want die had toch gezegd dat heel duidelijk van hij zou het toch met zijn vader regelen en wat dan ook. Ja. Okay. Wie wat daartussen gezegd is en wie wat precies heeft gezegd. Nee, ik heb dat heel duidelijk gezegd. Want ik zei, moet ik het anders kijken of ik dat kan regelen? Nee, dat ga ik allemaal doen, zei hij. Dat is het lijntje korter.
Ja, ik weet het allemaal niet. Ik vind het in ieder geval allemaal een vaag verhaal. Ja, ik ook. Ik wil niet in vaag verhalen zitten hoor. En, maar ik weet natuurlijk niet wat Jesse heeft gezegd tegen Remco daarover. Nee, ja, dat weet ik ook niet. Ik ben ook niet bij dat gesprek geweest. Nee. Gerrit, zijn onderbroek ligt daar. Ja, ik zie het. En ik weet ook niet wat die jongens onderling hebben. Want jij zei nog, ik zei nog tegen jou toch vanavond van gebroeders Co. Ja, dat heb ik aan Jesse doorgegeven dat hij dan, als hij Remco aan de lijn heeft, dat hij moet bevestigen. Ja. Nou, dat was al om, dat was dik meer dan een uur geleden. Ja, en daarvoor, net voordat hun hem gingen bellen, want ik wist niet dat zij gingen bellen, heb ik hem 2 keer gebeld. Ja? Moet je nagaan. Maar toen ging hij 2 keer op voicemail. Toen dacht ik, nou, laat maar, ik doe het morgen wel. En toen, ik zei toch dat Jesse op de boot stond? Ja. Toen die papieren waren gevonden. Nou, toen waren ze dus blijkbaar Remco aan het bellen. Dat wist ik niet. Maar Jesse zou... Jij hebt tegen Jesse gezegd van... Geef dan door dat gebroeders Co kunnen doorgaan. Dus dan hebben we toch ook helemaal geen 24 uur gewacht? Nee. Ja, dan nog, al wachten we wel 24 uur. Ja? Het zijn op... Dan nog, is dat trouwens blijkt, dan nog. Dan nog. Ja. Is dat vraagt dan... opties aan van iets. Dingen lopen hier gewoon anders, jongens. Het is niet, wij zijn niet een bedrijf waar tak, 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 iemand een paar uur achter de computer zit en dat zelfstandig beslissingen maakt en dat dingen regelt. Dat gaat hier allemaal niet. Gaat hier allemaal een beetje anders.